Welkom bij de webinar. We gaan vandaag praten over het volgen van een tussenjaar aan een Amerikaanse universiteit en wat daarbij de mogelijkheden zijn. We hebben vandaag ook een gastspreker uitgenodigd van een Amerikaanse universiteit, Jackie Vogel van SUNY Plattsburgh. En zij zal vandaag wat meer vertellen over het Amerikaanse onderwijssysteem en hoe het leven op zo'n campus daaruit ziet. En dit is ook een van de universiteiten waar we mee samenwerken binnen het Campus Scholarship Program. De informatie die zij vandaag deelt, dient als voorbeeld van de bredere mogelijkheden van hoe zo'n jaar eruit zou kunnen zien. We hebben in totaal meer dan 60 partneruniversiteiten, dus er zijn heel veel verschillende opties binnen ons eigen tussenjaarprogramma. En in het tweede deel van de presentatie zal ik wat verder ingaan op de aanmeldingsprocedure voor het Campus Scholarship Program. En we zullen aan het einde ook even kort de alternatieven bespreken. Maar voordat we verder gaan met de rest van de presentatie, even een korte voorstelronde. Zoals ik al zei, we zijn hier vandaag met de gastspreker van de Amerikaanse universiteit, Jackie Vogel, van de State University of New York in Plattsburgh. Zij werkt al meer dan 10 jaar met studenten uit Nederland. En ik zelf ben Manon Koolstra, ik ben de programmamanager van het Campus Scholarship Program. Ik heb zelf ook ooit in Amerika gestudeerd, lang geleden. Maar ik vind het nog altijd heel leuk om met studenten te werken, om deze mooie ervaring voor jullie ook mogelijk te maken. Op de foto zie je ook Hanna. Zij is een van onze voorlichters. Heeft ook aan SUNY Plattsburgh gestudeerd. Zij kwam vandaag even langs. Ze is niet bij de webinar aanwezig, maar ze geeft regelmatig voorlichting op scholen. Dus misschien kom je haar daar een keertje tegen. Eerst voordat we wat verder ingaan op het Amerikaanse onderwijssysteem, heel even kort over onze organisatie. Wij zijn Stichting Fulbright Commission the Netherlands, een lange naam. En we zijn een verdragsorganisatie tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid. Wij zijn opgericht bij verdrag in 1949, dus al meer dan 70 jaar geleden, 70 jaar dit jaar. En onze eerste studenten gingen eind jaren 40 naar Amerika. Toen nog met de boot, was nog 11 dagen varen. Heel ander verhaal dan tegenwoordig. Maar nog steeds is het een heel mooi avontuur om in Amerika te kunnen studeren. En het Fulbright-programma is een wereldwijd programma. Het is opgericht door J. William Fulbright. Die was destijds senator van de staat Arkansas. En hij bedacht een plan om na de Tweede Wereldoorlog de banden tussen Amerika en landen in de rest van de wereld weer verder aan te halen. En dat wilde hij doen door het uitwisselen van studenten tussen beide landen. Met het idee dat als je Nederlandse studenten naar Amerika brengt en andersom Amerikaanse studenten naar Nederland, dat zal leiden tot meer wederzijds begrip tussen de beide culturen. Nou, dat heeft hij mogelijk gemaakt met een beursprogramma. En dat bestaat vandaag de dag nog steeds. Maar we geven dus niet alleen beurzen, maar we hebben ook een duidelijk diplomatiek doel. En die missie is vandaag nog steeds even relevant. Daarnaast zijn we ook het Education USA Center voor Nederland. Education USA Centers worden ondersteund door de Amerikaanse overheid in het bieden van onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig advies over het Amerikaanse onderwijs. Dus we worden regelmatig getraind om advies te kunnen geven aan scholieren over alle Amerikaanse universiteiten. Dus je kunt altijd bij ons terecht ook voor algemene vragen over studeren in Amerika. Een paar leuke feitjes. Er zijn bijna 4700 Amerikaanse universiteiten. Er studeren momenteel bijna 2700 Nederlandse studenten in de VS. Dat is op alle niveaus. Dus niet alleen een tussenjaar, maar ook voor een volledige studie of een uitwisseling of voor een master. Maar dat is best een groot aantal. Nou, zoals je ziet, er zijn heel veel Amerikaanse universiteiten. We adviseren in principe over alle universiteiten, maar wel met de kanttekening voor een tussenjaar dat het situatie iets ingewikkelder is, want niet alle van die 4700 universiteiten accepteren studenten voor een tussenjaar. Dus vandaar dat we ook een begeleidingsprogramma hebben, het Campus Scholarship Program, waarbij we studenten helpen universiteiten te vinden die dat wel doen en die studenten ook een beurs willen geven. Nou, dat was even de kort wie wij als organisatie zijn. Maar waarom zou je nou eigenlijk in Amerika willen studeren? Voordat onze gastspreker vandaag je wat meer gaat vertellen over het Amerikaanse onderwijssysteem en hoe het studentenleven daar er precies uitziet, wil ik heel even kort de verschillen aanstippen tussen Nederland en Amerika. Nou, misschien weet je dit wel, maar anders dan in Nederland zijn de meeste studies in Amerika algemeen vormend. Dus we hebben daar het liberal arts systeem. En dat betekent eigenlijk dat je in de eerste jaren van je studie een heel breed vakkenpakket kunt volgen. Je kunt zelf je vakken kiezen uit allerlei vakgebieden. Er zijn geen beperkingen in. En ook als tussenjaarstudent heb je daar heel veel vrijheid in. En dat betekent voor jou dat je een jaar lang de kans hebt om te ontdekken
wat je leuk vindt om te doen. En misschien weet je al heel goed wat je na je studiejaar in Amerika in Nederland wilt gaan studeren. Maar wil je juist iets anders doen, je wat breder ontwikkelen? Of misschien wil je vakken volgen ter voorbereiding op je studie in Nederland? Nou, dat kan allemaal. En natuurlijk ook als je niet weet wat je wil gaan studeren, is het een mooie kans om dat te ontdekken. En daarnaast is binnen het Amerikaanse onderwijssysteem heel veel aandacht voor de ontwikkeling van bredere vaardigheden. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van het kritisch denkvermogen van studenten. Dus er wordt veel gepraat en veel gediscussieerd over allerlei onderwerpen. En je hebt ook de mogelijkheid vakken te volgen die je studievaardigheden vergroten. Daarbij kan je denken aan het schrijven van goede papers, het leren presenteren of debatteren. Het zijn allemaal vaardigheden die je daar ontwikkelt. En natuurlijk ontwikkel je ook heel sterk je Engelse taalvaardigheid. Nou, het zijn allemaal vaardigheden die een goede voorbereiding zijn op je vervolgstudie in Nederland. Er is ook veel aandacht voor de ontwikkeling van talenten. Stel je hebt een talent in de sport of de kunsten, dan is er binnen het Amerikaanse onderwijs veel ruimte om dat te combineren met het volgen van academische vakken. Er zijn ook veel faciliteiten om sport of kunst te beoefenen. En je hebt de mogelijkheid om lid te worden van allerlei clubs. Dus je kunt ook nieuwe dingen uitproberen. Bijvoorbeeld een nieuwe sport of een kunstvak volgen. Of misschien wel een heel nieuw talent ontdekken. Nou, daarover later meer. Het laatste verschil is natuurlijk dat je op een campus woont. En dat is een heel andere ervaring, een unieke ervaring. Ook in sociaal opzicht heel leuk. Ja, een heel andere ervaring dan studeren in Nederland. Maar nu eerst, and I'll hand it over to you, Jackie, to talk a little bit more. Thank you very much. So the State University of New York at Plattsburgh is where I have been working for more than 30 years. And I'd like to just tell you a little bit about us. We are a public college, and college in the United States is bachelor's degree granting. So we have about 5,300 students, which makes us medium sized. There are very large institutions in the United States that have 60 to 70,000 students. We are much smaller than they. We have three faculties, arts and sciences, which may be misunderstood. It includes the traditional liberal arts subjects, as well as STEM fields like computer science and mathematics, all the sciences. Business and economics, which has 12 different areas of study, and education, health, and human services. And that's where you'd find our helping professions, things like social work and nursing. So what's different about Plattsburgh? There are 4,000 universities and colleges in the United States, and our location makes us unique. So we are at the intersection of these beautiful mountains, and there's a lake right next to campus, but within an hour's drive, you could be in a major US city or in Canada. Montreal is only an hour away from Plattsburgh. We're in Northern New York. We have visiting students from the Fulbright Commission and have had them for about a decade. Many students have passed from this office to ours. And you can take anything you want with very little limitation. So it's much more a free form education than you might find in your traditional studies here. We are noted for being among the best institutions in the US when it comes to academic excellence, affordability, and support for international students. So we are not the least expensive school in the United States, but we are one of the best for our in our price range. And Travelocity, a little fun fact, Travelocity named Plattsburgh, New York, one of the best small city for foodies in the US. So you can come and have Tibetan food or Mexican food or Ethiopian food, all within a walk of campus. So you will never go hungry. So why study in the US? And one of the concepts in the US higher education system is this idea of the liberal arts being the core of most everything we teach. They provide a foundation, foundational studies, so for anything else. So if you want to be an engineer, or you want to go into accounting, or if you want to be an artist. In the United States, you would be typically required to do liberal arts as part of your studies. And what's nice about that is these liberal arts are intended to give you skills in being able to articulate your thoughts, being able to synthesize information, being able to do computation so that when you are trying to figure out how much carpet you need for your living room, you can do that. So the liberal arts are basically the foundation of all post-secondary education in the United States.
So undergraduate education, which means the education leading to the first degree, the bachelor's degree, is 4 years in the United States. And typically, students in their first and second year, which are called freshman and sophomore year, are focused primarily on those liberal arts courses. So for example, my son is a second year student. He studies computer science, but he's also taking a film course and he's taking an economics class and he's taking a physical education class. So in addition to his major requirements in computer science, he is also taking those broad liberal arts subjects. Somewhere between the second and third year, students who are studying degree stop taking those core curriculum classes and move into almost all major and minor classes. Major classes would be in the subject area the student wants to primarily study, and minors are sub-complementary subjects. For example, you could be a major in business with a minor in computer science, or a major in history with a minor in mathematics. They don't need to be obvious connections. So if you were coming for 1 year, you would more than likely take those freshman first year liberal arts classes, and maybe in the second semester, you would graduate up into the more in-depth advanced classes. So one of the reasons that students choose to study in the US is because the environment is really a 24-hour, 7-day-a-week experience. And I've often told students, if all you want to do is come study, then you're wasting your money. Because what you're paying for isn't the experience of all that the campus offers. And that is everything to do with the community. So on this picture, you see people playing frisbee, and you see people maybe going for a walk in the city. Maybe they're running track. Maybe they're playing a sport. All of these things happen on campus. And that's where you will make your friends. This is how you will get to know people from all over the world and all over the United States. But also, this is where you'll really find out more about yourself and your leadership capacity and your ability to network, which will be a very important skill as you are looking to get a job when you graduate from college or university. So the idea of campus life, the fact that much everything that happens in the community will happen right on campus, your food is there, your activities are there, that is a unique feature in many cases of North American education, and particularly US higher education. So I just wanted to give you a sense of what our campus looks like, and the colors are helpful. So on this slide, you see my campus, the State University of New York at Plattsburgh. We are a pretty condensed campus in the middle of a small town, and all of the buildings that you see that are red on this in this map are residence halls. We used to call them dormitories because that's where people slept. But actually, we're now calling them residence halls because that's where students live. And there are kitchens in the residence halls, there's programming, there are activities focused on the community within the residence hall. And you can see they're clustered in the center of campus on our campus. So the residence halls, the life there is really the heart of our campus community. The gray, the dark gray buildings are all academic buildings. And you would be perhaps getting up in your residence hall 10 minutes before class, and you would easily be able to get to your classroom on the other side of campus. Another thing about campus living is it's very convenient. So you're not having to take the train into the city and make your way to the campus and then going home afterwards. Your life, your studies, your friends, your dining halls are all on the campus. And what you don't see here clearly is that our campus has one dining hall, and it's all you can eat, and that's included in your cost of attendance. But there are also dining facilities all over campus. So you may want to go to Einstein's Bagels and meet up with your friends after class or for lunch, and that's on one side of campus. And on another day, you might want to go to Halal Shack, which is our halal certified franchise right in the center of campus to meet with some students there. So you have multiple food options.
You can make bad choices. You can have hamburgers and French fries, but there are actually lots of very healthy food options for anybody with food sensitivities or food choices. I'm vegetarian or pescatarian, and I can easily eat on campus and have really quite delicious food. So when I was in college, I was a campus tour guide, and I played in the band. And those two things kept me connected to myself and the things I love to do and made my studies more successful. And I think that's what clubs, sports, and activities do for students. They make you very physically and actively part of the community. And typically, you make friends by doing the things you love to do with people who also love to do them. So for clubs, you'll find that the clubs include things like honor societies, cultural clubs. We have Club International on our campus, as well as many other cultural clubs connected to a specific country or cultural activity. We also have sports clubs. So if you wanted to play cricket, or if you wanted to play rugby, you could join a sports club. They're not as competitive as varsity sports, and they are more welcoming of new students. Or they could be interest-based. For example, we have a Star Wars club, and they had a lightsaber event last week where people were, fighting with lightsabers, which looked like it would be quite fun. Sports are a very common community activity, and it can be either participating in sports, an intramural sport, which means just putting together a group of friends to play something for fun, is always a great way to meet people. But there's also spectator sports. We are in northern New York, and our big sport is ice hockey. And our ice hockey arena is filled to the brim on nights when our women's or men's hockey team is playing. And it's a great deal of fun to get a group of friends and go up there and watch a game. And activities can span a whole host of options. Things that come to mind are things like going on excursions to areas around the college, maybe going up to Montreal, or going over to Burlington to go shopping. It might be doing a walk for a benefit, getting together with some friends to raise money for some sort of nonprofit organization. Or it might be just participating in a theater production. At Plattsburgh, you need not be a theater major to get involved in producing or acting on the stage. So, as I said, I think that one of the big features is this idea of it being a 24/7 experience. And if you're not taking advantage of that, you really are not using your money effectively. So services for international students. Now, of course, on college campuses in the United States, there are a range of services that are for all students, regardless of whether you're a domestic student or an international student. But there are certain things that are specifically designed to support and encourage international students. For example, International Student Services is an office within my office, a group of people whose job it is to encourage, support, and advise international students on a range of topics, whether that be getting a job on campus or staying in status with their visa regulations, or taking a trip and wanting to go to Canada. If some countries, some students will need a visa, you will not need a visa to go to Canada. And so you might need an e-visa, but all of those resources are available from International Student Services. Residence life, we talked about. Health facilities. So many campuses will have their own health center, but frequently, and in the case of Plattsburgh, a hospital is two blocks away. So if you are having any kind of illness, whether it be a cold that you just need some over-the-counter medication for, or whether you have a chronic illness that actually requires maintenance and attention of a doctor on a regular basis, that range of health care is available on most campuses or in affiliated health centers nearby. International clubs and activities, I've already mentioned. Counseling, and I like to call this wellness. So one of the big focuses on campus these days is general wellness of students. And that could be physical wellness, academic wellness, being successful in classes, emotional care, and mental health care.
And all of these things are available on a college campus. No one is going to come knocking on your door to remind you of these things, but they are available to you as a resource anytime you need them. And you reach out to anyone on campus and they would point you in the direction of support in any of these areas. And speaking of support, we have a significant number of students who have learning disabilities, physical disabilities, sometimes emotional challenges that keep them from being successful unless getting some accommodation for their needs. We can accommodate a range of disabilities. We have a student accessibility office and a student success office that will help students who need accommodation or support to be successful in their studies. So again, if you need those resources, we are happy to point you toward them and would appreciate your taking advantage of them so you can be a successful student at our campus. So this is an interesting question. This is a young woman I remember from our campus, and why would an American campus want to enroll Dutch students? And I think it's an interesting question because you don't necessarily know what it is to be Dutch until you're actually outside of the Netherlands and looking at your own campus, your own personal and family and national culture more objectively. And I think that's one of the reasons we want to enroll students from literally all over the world, because it's that difference in perspective, the difference in the way you look at very important issues, whether those be gender issues, political issues, economic issues, issues of interpersonal relationships. All of those things are better learned from a variety of perspectives. And so one of the things I've been tasked with doing in my career and at Plattsburgh is to change the language we use to explain things we are unfamiliar with. And my job and your job is to change the word strange to the word interesting. So by having students from all over the world, we would be able to change the way we look at the rest of the world and the way we understand each other. And hopefully that leads to a better world. So that's why we want you to come to Plattsburgh. Thank you, Jackie. You're welcome. That's great. Ik hoop dat jullie het een interessant verhaal vonden en veel geleerd hebben over het Amerikaanse onderwijssysteem en de services die ze allemaal bieden. De Fulbright Commission heeft ook een eigen tussenjaarprogramma, het Campus Scholarship Program. Jullie zien hier nog wat mooie plaatjes van andere campuses die meedoen aan het programma. Maar ik wil jullie vooral wat meer vertellen over het programma zelf en de voorwaarden. Het is een programma voor AVO- en VWO-scholieren die na hun eindexamen een jaar lang aan een Amerikaanse campusuniversiteit willen studeren. Met een studiebeurs van de universiteit. Dus het bijzondere aan dit programma is dat we je niet alleen helpen met de plaatsing bij een universiteit, maar dat we ook de universiteiten identificeren die een studiebeurs aan jou willen geven. Nou, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Er is een selectie voor dit programma om eraan deel te nemen. Ik kom straks nog even terug op wat de precieze voorwaarden zijn. Maar als je geselecteerd bent, dan bieden wij je plaatsingsgarantie. Dus het moment dat je geselecteerd bent, dan weet je misschien nog niet waar je precies heen zou gaan in het land. Dat is iets wat we dan samen gaan uitzoeken. Maar je weet wel dat wij je garanderen dat je het komende jaar naar Amerika gaat vertrekken. Nou, dat is toch fijn om te weten. Wat we gedurende de deelname voor je gaan doen, is we bieden je begeleiding bij de toelatingsprocedure bij een Amerikaanse universiteit. We zorgen dat je een passende universiteit vindt, dat alle aanmeldingspapieren in orde zijn, dat je goede toelatingsessays gaat schrijven, dat je referenties in orde zijn, al dat soort zaken. We vinden natuurlijk beursmogelijkheden voor je en we zorgen dat je goed voorbereid bent op je vertrek. Dus we organiseren gedurende je deelname ook meerdere bijeenkomsten waar je meer leert over alle belangrijke zaken die daarbij komen kijken. Het programma geeft je, en we hadden het hier net al even over, maar je hebt heel veel vrijheid om zelf je vakkenpakket samen te stellen. Je kunt deelnemen aan allerlei clubs en activiteiten en sporten. Nou, je hebt het net allemaal gehoord, er zijn ontzettend veel mogelijkheden. En tot slot vinden we het ook belangrijk voor studenten dat je het leuk vindt om Nederland te vertegenwoordigen. Je hoorde net ook waarom een Amerikaanse universiteit het zo belangrijk vindt om ook studenten uit Nederland op de campus te hebben. Wij vinden het ook belangrijk dat je het leuk vindt om die ambassadeur voor Nederland te zijn. Dat past ook bij de doelstelling van onze organisatie.
En we vinden het dus belangrijk dat je ook actief deelneemt aan het campusleven. Kennis wilt maken met de Amerikaanse cultuur, zelf veel wilt leren. Maar ook andersom, de Amerikaanse student wat over Nederland wil leren. Dat is het stukje ambassadeurschap. Nou, heel even kort over de universiteiten. Op onze website kun je een volledige lijst vinden van deelnemende universiteiten. Het is geen vaststaand aantal. Het wisselt per jaar, dus ieder jaar komen de universiteiten bij. Er zijn ook wel eens universiteiten die niet meer meedoen. Maar over het algemeen hebben we ongeveer 60 deelnemende universiteiten in alle regio's van het land. De sterretjes geven de locaties aan waar universiteiten zitten die in de afgelopen 3 jaar studenten hebben toegelaten. Je ziet dat er meer sterretjes aan de oostkust en in het midden liggen. Dat heeft er deels mee te maken dat er ook veel meer onderwijsinstellingen in het oosten zitten dan aan de westkust bijvoorbeeld. Maar ook met het feit dat sommige staten misschien meer bereid zijn om internationale studenten of studenten uit Nederland toe te laten. En die graag die studenten willen aantrekken en ook graag beurzen willen bieden. Het is belangrijk om te weten als je deelneemt aan het Campus Scholarship Program dat wij verwachten dat je flexibel bent ten opzichte van de locatie. Je kunt bij je aanmelding voorkeuren opgeven voor een locatie en daar zullen we binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk rekening mee houden. Maar voorkeuren voor locaties zijn niet altijd te realiseren. En dat geldt met name voor universiteiten in populaire vakantiegebieden die vaak ondanks het verstrekken van beurzen toch heel erg duur blijven. Dus dat is iets om in je achterhoofd rekening mee te houden. Je hebt net een heel mooi verhaal gehoord over SUNY Plattsburgh en wat de universiteit allemaal kan bieden. Mocht je het leuk vinden om nog meer voorbeelden van Amerikaanse campuses te zien, dan kun je deze video op ons YouTube-kanaal bekijken. In de video bezoeken we 6 universiteiten die ook meedoen aan het Campus Scholarship Program. En dat geeft je hopelijk een goed beeld van hoe zo'n campus eruit kan zien, wat de faciliteiten zijn en wat de verschillen zijn. Er staan ook nog meer video's op onze website, zoals verhalen van alumni. En we hopen dat die inspirerend voor je zijn. Dan nog even wat meer over de voorwaarden. Zoals ik al zei, het is een programma voor HAVO en VWO scholieren. We hebben enkele voorwaarden wat betreft de cijfergemiddelde. Deze gemiddelde zijn een uitgangspunt. Dus stel dat je cijfergemiddelde daar iets onder ligt, dan betekent dat niet dat je niet kunt deelnemen aan het programma. Maar het zijn meer een uitgangspunt voor het bieden van goede plaatsingsmogelijkheden. Maar cijfers zijn slechts 1 onderdeel van je aanmelding. Amerikaanse universiteiten kijken bij de toelating breder dan cijfers. Ze kijken bijvoorbeeld ook naar je motivatie, naar de activiteiten die je tot nu toe gedaan hebt, wat voor hobby's je hebt, waar jouw belangstelling ligt en al dat soort informatie samen maakt een soort profiel. En dat profiel is een heel belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure. Dus mocht je twijfels hebben over je cijfergemiddelde, neem dan gerust even contact met ons op. Het is ook nodig om enkele Amerikaanse toelatingstesten af te leggen voor deelname. Je moet in ieder geval altijd een Engelse taaltoets maken, de TOEFL. Ook als je bijvoorbeeld een Cambridge-examen hebt gedaan of IB Engels gevolgd hebt, dan moet je alsnog deze test maken, want dat is 1 van de toelatingsvoorwaarden van Amerikaanse universiteiten. En daarnaast is het werk aan te raden om de SAT of ACT af te leggen. Je kunt kiezen uit 1 van deze 2 testen, dus je hoeft niet beide testen te maken. De SAT is wat meer algemeen, Engels en wiskunde, en de ACT is wat meer gericht op natuurwetenschappen. Dus afhankelijk van je profiel kun je kiezen welke test je prettig vindt. En nou, ook deze toetsen hebben te maken met de toelatingsprocedures bij Amerikaanse universiteiten. Amerikaanse studenten die op een middelbare school zitten leggen geen centraal eindexamen af, zoals we dat in Nederland doen, maar doen toelating bij de universiteit met 1 van deze toetsen. Nou, ook internationale studenten moeten deze testen afleggen. Er zijn wel steeds meer scholen die deze testen niet vragen voor internationale studenten. Dat zijn de zogeheten test-optional schools. Maar dat beperkt je keuzemogelijkheden wel. Dus als je nog de kans hebt om die test te maken, dan is het verstandig dat te doen. Een van de andere voorwaarden is dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Als je een tweede nationaliteit hebt, is dat geen enkel probleem. Als je nog de Amerikaanse nationaliteit ook hebt, dan is het handig even contact met ons op te nemen. Want het kan zijn dat je wat beperktere mogelijkheden hebt. Omdat je in dat geval door de universiteiten ook als binnenlandse student wordt gezien. En ook als je als Nederlandse student in het buitenland woont, kun je onder bepaalde voorwaarden meedoen aan het programma.
Dan wat meer informatie over de kosten. Dit is een overzicht van de kosten. En dit is de eigen bijdrage die voor deelnemers overblijft na aftrek van eventuele studiebeurzen. Het is een heel erg breed overzicht. De kosten lopen erg uiteen. Het is belangrijk om te weten dat je als deelnemer zelf het budget aangeeft wat je beschikbaar hebt. Wij bieden na de selectie plaatsingsgarantie binnen dit budget. Er is een minimumbudget van $17.000. Het is belangrijk om te weten ook dat er kosten voor vertrek zijn. Je hebt onder andere kosten voor de toelatingstesten, voor de aanvraag van je visum. En er is een administratievergoeding voor het Campus Scholarship Program. En dat is om de medewerkers die jou een jaar lang persoonlijke begeleiding gaan bieden te kunnen betalen. Administratiekosten verschillen per deadline. Je krijgt korting als je je voor de vroege deadline aanmeldt. En er is een kleine toeslag voor de laatste deadline in januari. Maar meer gedetailleerde informatie daarover is op onze website te vinden. De bedragen voor het studiejaar zelf lopen heel erg uiteen, zoals je ziet. En een bedrag van $50.000 is bijvoorbeeld in het geval dat de student zich bij een dure universiteit aanmeldt en geen studiebeurs krijgt, maar toch daar wil gaan studeren. Dus de gemiddelde eigen bijdrage ligt een stuk lager. Er zijn 3 deadlines. Je meldt je aan in het begin van je eindexamenjaar. En wij adviseren je om je zo vroeg mogelijk aan te melden. Mocht je nu al weten, nog niet in je eindexamenjaar zitten en je lijkt je leuk om mee te doen, dan is het handig om de deadline van september aan te houden. Je kunt dan voor de zomer al je cijferlijst en referentiebrieven gaan verzamelen. En dat is prettig, want dat geeft je gewoon wat meer tijd om rustig aan je aanmelding te werken. De toelatingstesten rustig af te leggen. Er is wat meer tijd. Als je in januari aanmeldt, dat is de laatste deadline. Mogelijk kun je dan niet meer de SAT of ACT afleggen. Deze worden beperkt aangeboden in Nederland, slechts 4 keer per jaar. En de laatste test is in december. Dat wil niet zeggen dat het niet meer mogelijk is om mee te doen, maar dat betekent dat we je moeten gaan aanmelden bij de zogeheten Test Optional School. Nou, heel even kort over de aanmeldingsprocedure. Een omschrijving van de hele procedure is terug te vinden op onze website. We vragen veel informatie, dus het is belangrijk om op tijd te beginnen met je aanmelding. Tijd alle documenten bij je school op te vragen. We zien hier een overzicht op de slide. Je hoeft de toelatingstesten niet te maken voordat je je aanmeldt bij het Campus Scholarship Program. Maar het is wel belangrijk om je op tijd te registreren, omdat de testen, zoals ik eerder al zei, slechts een paar keer per jaar worden aangeboden. We vragen om 3 referentiebrieven, waarvan minimaal 2 van docenten van je school. En daarnaast kun je nog een referentiebrief van een bijbaantje of van een sportclub, een coach, wat je maar wilt inleveren. We vragen ook om een uitdraai van je cijferlijsten, het copy of report, dat is de vertaling voor de universiteiten. En die documenten kun je allemaal downloaden op onze website. Er is ook een motivatie-essay. En daarbij kun je kiezen uit een aantal opdrachten. En dit is jouw kans om wat meer van jezelf te laten zien. Probeer te schrijven over iets waar je belangstelling naar uitgaat, wat belangrijk voor jou is. En daarnaast vraag je ook om kort te omschrijven hoe je Nederland zou vertegenwoordigen in Amerika. En natuurlijk wat je motivatie is om in Amerika te studeren. Na de aanmelding volgt er een selectiegesprek. Dat zal in het Engels zijn. En dat is eigenlijk meer een informeel gesprek. Het gaat er vooral om dat we je wat beter leren kennen, je wensen bespreken en kunnen bekijken wat je zou willen gaan doen. Nou, ik hoop dat deze webinar je in ieder geval een beter beeld heeft gegeven van de mogelijkheden die er zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je na deze webinar denkt, ik zie een tussenjaar toch niet zo zitten. Er zijn altijd alternatieven om later in Amerika te studeren als je nu niet een tussenjaar zou willen doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar een kortdurend programma, zoals een talenreis of een zomerprogramma. Nou, die talenreizen bieden wij als organisatie niet. Maar een goede bron daarvoor is wilweg.nl, is van de NUFIC. En zij hebben een uitgebreid overzicht van talenreizen en programma's over de hele wereld. Er zijn ook zomerprogramma's. Education USA Academy, als je in de zomer tijdens je middelbare school enkele weken op een Amerikaanse campus zou willen studeren. Dan zijn er mogelijkheden voor. En mocht je tijdens je studie willen meedoen aan de zomerprogramma, dan heeft de Fulbright Commission ook een zomerprogramma voor studenten. Nou, ander alternatief is een uitwisseling tijdens je Nederlandse studie. Heel veel universiteiten of hogescholen hebben uitwisselingsovereenkomsten met Amerikaanse universiteiten. En dat is eigenlijk altijd ook de goedkoopste manier om een periode in Amerika te studeren.
Alleen al om het feit dat je collegegeld in Nederland betaalt en dus niet in Amerika, maakt dat een goedkopere manier. En je kunt natuurlijk ook nog besluiten om later voor een master of zelfs een PhD naar Amerika te gaan. Dat is voor jullie misschien nog wat ver weg, maar weet dat er heel veel financieringsmogelijkheden en beursmogelijkheden zijn voor masterstudenten, waaronder ook de Fulbright-beurs. Nou, meer informatie kun je op onze website bekijken. We hebben ook social media die je kunt volgen als er vragen zijn. Ik weet niet of er op dit moment nog vragen zijn. Ik zal even in de chatbox kijken of er vragen van mensen zijn. Zo te zien niet. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag. En anders willen we jullie heel erg bedanken voor het kijken. En een hele fijne avond.